Nou, nee. Absoluut oneens. Omdat de voetbalhandelingen in het veld gebeuren in een voetbalwedstrijd. Waarin de kenmerken van het spel allemaal verweven zitten. Dus die moeten ook terugkomen in de vormen waarin we kinderen leren voetballen. Dus liefst trainen in vereenvoudigde partijvormen afgestemd op de leeftijdsgroep. Waar dus alle weerstanden in moeten zitten, juist om een betere voetballer te worden. Dat is helemaal afhankelijk van de leeftijdsgroep. Maar in principe binnen onze visie zeggen wij altijd dat we dat zeg maar terugplaatsen in de wedstrijd. Of in ieder geval zeg maar in de voetbalsituatie. En dan als uiteindelijk blijkt dat zeg maar niet te doen is. Dus je maakt dan methodische stapjes terug. Dan zou het kunnen zijn dat je in een 1 tegen 0 situatie uitkomt. Maar in principe, in eerste instantie, is dat niet zo. Nee. Uiteindelijk kan je zonder weerstand iets aanleren, maar vervolgens moet je wel weerstand creëren om het in een wedstrijdsituatie na te kunnen bootsen. Dus om te beginnen zeg ik misschien heel ver terug, ja, uiteindelijk niet. Ja, niet mee eens. Op hetzelfde als de vorige vraag, de wedstrijd, daarin zit ook weerstand. En om juist onder die weerstand beter te worden, denk ik dat het ook nodig is om in trainingsvormen weerstand in te bouwen. Om voetbalhandelingen uiteindelijk beter te kunnen uit te voeren. Of in ieder geval een bijdrage te kunnen laten leveren aan een doelpunt maken. Of juist een doelpunt voorkomen.